With Lucinda Brand hier at the back. Oh my god! Oh my god! Ik zat met tranen in de bank toen ik ze zag vallen. Ik heb het gezien op internet en ze gingen op de grond en ik was helemaal van slag. Het was een waar slagveld op het beton van Ponferrada. De rensters van Rabo Liftploeg konden zondag tijdens het WK ploegentijdrit het zilver bijna aanraken, maar raakten in de slotkilometers alles kwijt, inclusief twee rensters. Toen werd ik ineens gebeld en toen kreeg ik toch van mijn trainster te horen dat ik moest gaan trainen. Direct eigenlijk, want de kans was groot dat ik toch moest komen naar Spanje om in te vallen. En zo haalde Talita de Jong vanmiddag, met gemengde gevoelens, haar fiets weer van de haak. De Ossendrechtse won vorig jaar nog zilver op het WK ploegentijdrit in Florence. Maar dit jaar behoorde ze verrassend genoeg niet bij de selectie voor de ploegentijdrit. Dat was ook wel een tegenvaller voor mij. Dit jaar is er een hele sterke renster bijgekomen, Anna van der Breggen. En de andere meiden hebben heel erg veel progressie gemaakt. En ik ben een beetje blijven hangen met de tijdritten. Maar zaterdag tijdens de wegwedstrijd mag de Jong zich alsnog bewijzen. Marianne Vos naar goud helpen zal dan haar voornaamste taak zijn. En dat is alles behalve makkelijk, want in Spanje treft ze een zwaar gehavende ploeg aan.